Welkom bij de Energy Joy and Beyond podcast. Mijn naam is Lisette Lucas en dit is de plek waar je alles leert over energie, intuïtie, je onderbewuste persoonlijke transformatie, blokkades doorbreken, manifestatie en het shiften van je vibe naar Energy Joy en daar voorbij. Alles aangereikt vanuit de frequentie van Joy, speciaal voor jou. Je krijgt tips, tools, gratis downloads en bergen informatie waar je direct mee aan de slag kan. Geweldig dat je luistert. Podcast 50. Masteren versus leren. Ontdek het verschil en de levensveranderende kracht van het masteren van een skill. Ken je dit? Je wilt nieuwe dingen leren, maar merk dat alles maar een soort van halfbakken blijft hangen en dat je daar eigenlijk maar weinig mee kan en doet. Als jij het verschil tussen leuk wat leren en het krachtig masteren van iets ontdekt, dan zal je leven veranderen. Want zodra jij master wordt over jouw leven, zal je leven nooit meer hetzelfde zijn. Je zal kracht, geluk en voldoening ervaren, omdat het in je systeem zit en een deel is van wie je bent. Welkom bij podcast nummer 50. Bijna een jaar lang ben ik nu aan het podcasten. En als je vanaf podcast nummer 1 al meeluistert, dan zal je horen dat ik ja, gaandeweg het behoorlijk ben gaan masteren. Om het zo maar te zeggen. Het is een vaardigheid die ik me heb aangeleerd. En dit maakt meteen het bruggetje naar het onderwerp van vandaag. Bij podcast nummer 1 heb ik me voorgenomen om minimaal twee jaar lang iedere week een podcast te lanceren. Geen discussie mogelijk met mezelf in dit geval. Ongeacht of er wel of niet iemand luistert. Ik heb die commitment met mezelf gemaakt. En ja, nummer 50 is daar. En wauw, wat een journey is het zover. Mijn leven is gigantisch hierdoor veranderd en ik voel me krachtiger dan ooit. En eerlijk, ik had het succes van de podcast niet durven dromen en eigenlijk is het ook pas het begin. En ja, als ik nu terugluister naar die eerste paar afleveringen, dan heb ik eigenlijk de neiging om ze opnieuw in te spreken en dat deelde ik laatst ook met enkele cursisten. En iemand, een cursist die al mijn podcast al voor de tweede keer aan het luisteren is, zei meteen: nee, dat is juist heel mooi. Je merkt dat je groeit in de podcast. Dat hoor je, dat is juist mooi. Hmm, dacht ik toen. Zeg de punt. Want dat is nou juist waar mijn podcast over gaat, toch? Groei, ontwikkeling, persoonlijke transformatie. Nou ja, ik kan je vertellen, ik ben vol aan, om het zomaar te noemen. Maar is dat altijd zo geweest? Ah, uh -uh, absoluut niet, nee. Je mag gerust weten, ik ben giga aan het struggelen geweest... Zoekende. Dit doen, dat doen, twijfelen. Nee, dat was het dan toch ook weer niet. Nou ja, een heel menselijke zoektocht, denk ik. Maar waardoor komt dat? Ik heb erover nagedacht, en een, een situatie met een cursus laatst heeft me ook meteen inzicht gegeven. De kern van dat inzicht is als volgt: We denken vrij snel dat we het allemaal wel weten. En dan raken we onze interesse kwijt, geven een externe oorzaak de schuld dat het niet is wat het is en hoppen door naar het volgende. En daar, daar gaan we vervolgens het hele ritueel herhalen. Oké, okay, geldt misschien niet voor iedereen, maar het is een patroon wat ik regelmatig zie terugkeren, ja, inclusief bij mijzelf. Dus ik ben tot de conclusie gekomen dat het komt omdat we hebben leren leren. Ja, je hoort het goed. We hebben leren leren. En daar gaat het mis. Want als je iets leert, denk maar na aan schooltijd van vroeger. Je leert iets, je duwt het soort van hangend, passief zittend in je denkende, analytische brein. Past vervolgens ook denkend toe wat je geleerd hebt. En vervolgens sudder je door. Maar inderdaad, dat kan je een leven lang volhouden. Niks mis mee, heel veel mensen doen dat. Maar wat denk je? Die persoon die dat doet op die manier, is die persoon happy? Heeft die persoon het gevoel dat hij of zij echt leeft? Ervaart die persoon passie, kracht, liefde, voldoening en dankbaarheid vanuit hetgeen hij of zij doet? Hmm, nou, ik persoonlijk denk nee. Die ouderwetse manier van leren, plat, passief leren, noem ik het maar even, zorgt ervoor dat we ons ook zo gaan voelen. En, ja, dat het ook zo weer. Vergeten is. Wegzakt uit je systeem. Wop, weg is het. Wat had ik ook weer geleerd? Hm. Nou ja, oké okay, zou je denken. Leuk, Lizette, dat je dit vertelt. Waar wil je naartoe? Nou, waar ik naartoe wil is dit: Vraag je aan jou. Hoe heb jij leren lopen? Hoe heb jij leren fietsen? En nog een vraag. Hoe heb jij leren zwemmen? Als ik even terug ga met je in tijd leren lopen, heb je denk ik ongeveer. Eén tot anderhalf jaar lang bekeken bij een ander. Hoe een ander het deed. Je hebt gekeken naar degene die het beheerste. Die het masterde, om het zo maar te zeggen. Bijvoorbeeld je ouders, verzorgers. Zij waren jouw rolmodellen. En toen dacht je hoogstwaarschijnlijk na heel lang observeren. Dat zou ik ook wel willen kunnen. Nou vervolgens, wat ging je toen doen? Omrollen, kruipen. En toen ging je je optrekken aan iets. Want dat recht opstaan. Dat zag er super interessant uit. Maar dat bleek wel een grotere uitdaging. Dan dat die grotere mensen het daar doen voorkomen. Dus ja, jeetje, boink. Zat je weer op je dikke luier. En hup, nou, hup, nog een keer opstaan. Puffend en steunend, kreunend. Je deed het. Je ging ervoor. En bam, viel je weer. Je stond weer op. Je viel weer, je stond weer op. En opeens was het moment van balans daar. Dat moment van balans. Oeh, en hup, voetje je vooruit. En boem, lag je weer. Hm? Wat ging je toen doen? Gaf je toen op? Nee. Nog een keer. Onverbindelijk. Geen haar op je hoofd die dacht aan opgeven. En weer. Optrekken. Staan. Balans zoeken. Voetje vooruit. Gewicht verplaatsen. Andere voet verplaatsen. Eén stap. En bam. Wat gebeurde er toen? Wow. Goed applaus. Juichen de mensen om je heen. Wauw, Dacht je toen. Dat is gaaf. Dat voelt goed. Ik ga door. Ik blijf doorgaan en ja, opstaan, stappen, 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 vallen, opstaan, lopen. Trotse gezichten en een gevoel van: ik kan de wereld aan. En opeens is het moment daar. Je loopt. Sterker nog, je loopt en doet andere dingen tegelijkertijd. Zoals bijvoorbeeld een uh, speugeltje in je mond stoppen of: ah, uh, oh, leuk die plant op de tafel, daar kan ik aan trekken. Hoe gaaf is dat? En terwijl je dit nu met me herbeleeft, hoop ik dat je ook meevoelt. Dat je het misschien zelfs voor je ziet en. Weer in die sensatie stapt. Want wat je daar hebt gedaan is niet alleen leren. Leren is, iemand vertelt je hoe het moet. Lopen doe je gewoon voetje voor voetje. Heel simpel, ene voet voor de andere en je gaat. Succes ermee. Nee. Wat heb jij gedaan? Je bent het gaan toepassen, je bent het gaan uitvoeren, je bent het gaan oefenen, je bent het gaan, gaan leven. Je bent het gaan. En daar komt jouw meest krachtige woord. Je bent het gaan masteren. Jij bent de master geworden en daarom heb je het nu volledig geautomatiseerd in je systeem. En je doet het zonder na te denken. Althans, dat hoop ik. Ja, even een applausje voor jezelf. Ik hoop dat je hier wel eens bij stil hebt gestaan. Nou ja, oké. Okay. Ja, de Lisette. Dit is normaal toch? Dit kan iedereen, Dan hoor ik je weer, denken. Ja, als het goed is, wel ja. Maar weet je wat dit betekent? Dit betekent dat als dit je één keer is gelukt. Dan zit dit zo in je systeem dat het met alles waar jij jouw mind en je commitment aan geeft. Alles waar je je toe zet, dat dat ook gaat lukken. Voel je twijfelt er ik dit zeg? Nou, sta dan nu op een lopen rondje. Dit is het bewijs. Jij mastert onder andere deze. En nog veel meer skills. Jij bent dus de master en de creator van je leven. Ik gooi er wat van die, van die Engelse woorden tussendoor, maar op een manier komt het nou krachtiger over voor mijn gevoel. Omdat het niet alleen mooi klinkt, maar. Dan moet je er even wat meer bij nadenken. Hè? En dan, dat het zet meer in beweging, dus dan komt het ook beter binnen. Dus ja, en zo, denk aan leren fietsen. Zo heb je ook leren fietsen en zwemmen. Kan je zwemmen? Zo heb je ook leren zwemmen. Je hebt gewoon je skills, je vaardigheden tot mastery herhaald. Dus je hebt die vaardigheden zo vaak herhaald totdat je de master ervan werd, totdat het in je systeem zat. Nou, ja, en als het goed is, met, met succes, toch? Dus wat is nou eigenlijk het verschil tussen leren en masteren? Nou, heel simpel. Ik geef jou een boek. Leren zwemmen. Alsjeblieft, het boek. Ga maar leren zwemmen aan de hand van de instructies in het boek. Succes! Oh ja, de achterkant staat. Zou wel een reddingsboei meenemen, want uh, ook al stamp je dat boek van A tot Z in je kop, ik beloof je, je gaat naar de bodem. Want je weet, het vergt oefening, het vergt training, het vergt herhaling, het vergt keer op keer de fundering, de basis, de basisprincipes herhalen. En dan, na weken, maanden, jaren, dan zwem je. En dat brengt me weer terug naar de cursist die mijn lesstof had ontvangen en na drie weken zei, oh, ik ken dit allemaal al. Dit is een herhaling voor me en hier steek ik niets van op. Mijn antwoord en gedachte op dat moment was, dat je iets eerder hebt gehoord of geleerd, dat kan, absoluut. Maar dat je er niets van opsteekt is onmogelijk. Die attitude, die houding, dat is puur mindset. En dat is, om eerlijk te zijn, een beetje mens-eigen. Dat we, dat we denken dat we het allemaal wel weten. En dan vervolgens checken we uit. Luisteren we niet meer, zijn we afgeleid, gaan we iets anders doen. En dat, op het moment dat dat gebeurt, wat doe je dan? Dat is het moment dat je op het puntje van je stoel gaat zitten. Rechtop, in die powerhouding, noem ik dat eventjes. Rechtop. Een en al oor. Want dan moet je juist harder gaan werken. Dan moet je de baas worden die controle herpakken over je systeem, over je mind. Die wil uitchecken. Die denkt lekker makkelijk, grote stappen, kleine stappen eigenlijk, snel thuis. Dan moet je om die beperkende overtuiging van je op overleving geprogrammeerde brein heen en zeggen: ik ga hier iets uithalen waar ik direct mee aan de slag ga. Iets wat ik ga en kan masteren. Iets wat ik ga implementeren totdat ik het volledig beheers. Totdat dat niet wordt wat ik doe. Maar dat het een deel is van wie ik ben. En dan nog een stapje verder. Als ik het master, uitstraal, adem tot in iedere cel en vezel van me zijn, als ik dat beheers, dan, dan ga ik het overdragen. Dan ga ik de informatie zo tot me nemen, zodat ik het een ander ook kan laten masteren. Nou, wat denk je? Kan je dan lekker achterover hangen en uh, denken, oh, ik heb dit al drie keer voorbij horen komen? Nee, dan moet je echt full focus zijn. Echt. 100% full out spelen. Want dat is een vak apart. Mensen hebben namelijk snel door. Of het een soort van eenvoudig aangeleerd kunstje is. Of omdat je het bam, dat je het ademt vanuit je zijn. Dat is masteren. Dat is mastery. Dat is uit het leven halen wat erin zit en het mooiste is. Dan kan je alles aan. Alles waar je je mind toe zet kan je dan aan. Puur omdat je ervoor kiest. En nog een belangrijke sleutel, een sleutelrol hierin. De grootste sleutel tot mastery van iets, is al je zintuigen gebruiken. Je ziet me nu niet, maar terwijl ik spreek, mijn armen gaan alle kanten op, want ik voel het met heel mijn lichaam. Nou, dan begrijp je ook meteen waarom iedereen vrij snel en makkelijk kan lopen, fietsen, zwemmen. Dat iedereen dat vrij snel kan masteren, want dat kan je namelijk vrij moeilijk alleen maar doen met je mind, met je denken. Daar moet je all in gaan: armen, benen, alles. Moet je erbij betrekken. Toch? Als het goed is wel. <laughs> en dat is dan ook de, de methode en de filosofie die ik gebruik in het overbrengen van mijn trainingen. Je leert de fundering, je gaat het tot je nemen, je gaat het horen, voelen, ervaren, toepassen, leven, beleven, je gaat emoties laten zien, je gaat lachen, je gaat tranen laten stromen. Helemaal top, je gaat je lichaam gebruiken, je gaat al je natuurlijk aanwezige tools gebruiken en toepassen om. Master te worden. En ja, dan raad je het al. Daarom heet mijn nieuwste online programma ook Master je Intuïtie en Energie. Je leert het niet alleen. Het is niet alleen wat je doet. Het wordt een fundamenteel integraal deel van wie jij bent. Gaat dat vanzelf? Wat denk je? Ging lopen vanzelf? Oké, okay, iemand deed het voor. Iemand die het al masterde. Iemand die het al beheerste deed het voor. En wat ging jij vervolgens doen? Je ging het moddelen. Moddelen, nadoen, kopiëren. Maar die echte stappen die moest je echt letterlijk zelf zetten toch? En ik laat je op het gebied van mijn expertise ook heel graag zien hoe je die stappen zet, zodat ik je eerst aan het handje kan laten meelopen en daarna woe, reddend de wereld in kan laten gaan en zelfs misschien dat je het daarna aan anderen kan leren. Want hoe mooi zou dat zijn? Dan maak je mij in ieder geval heel heel blij want daar ga ik voor een golf, een vibe van Energy Joy verspreiden. Nou, ik hoop dat je, dat je inzicht hebt gekregen en dat je hebt begrepen wat de kracht van masteren is. En hoe het je leven voorgoed kan veranderen. Omdat het jou voorgoed verandert, mits je in de mastery-modus stapt uiteraard. Dus ga met me mee, doe met me mee, ontwikkel en groei met me mee via de podcast op wat voor manier dan ook. Precies zoals ik na 50 podcasts redelijk master begin te worden over het maken en ontwikkelen hiervan. Hoewel, dat is allemaal betrekkelijk natuurlijk, want als ik straks bij podcast nummer 100 ben aangekomen en hierop terugkijk, dan zit ik misschien ook weer tenengrommend te luisteren. Maar dat is die groei die ons zo helpt om, om te leven, om te voelen, om te ervaren en om door te gaan. Dus benieuwd ook bij podcast nummer 100 welke groei we dan met elkaar hebben doorgemaakt. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Te gek dat je tijd hebt vrijgemaakt om je te laten inspireren. Dus zet die flow, die vibe, die inspiratie voort. Schrijf ideeën die nu opborrelen. Ik weet zeker dat die omhoog komen. Je mind gaat alle kanten op. Schrijf die ideeën op. Onderneem nieuwe dingen. Voel het leven door je heen stromen tot in iedere cel en geniet. Dit is hoe het is om te leven in het moment. En dat is geweldig. Dank nogmaals in de show notes op wwwlizettelucascom slash 50 50 Dus vind je de aantekeningen van deze aflevering. Ik hoop je snel te zien, spreken of ontmoeten op wat voor manier dan ook, online of live. En hoor graag wat jij wilt gaan masteren. Liefst, dikke knuffel en tot snel. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Energy Joy and Beyond-podcast. Mijn naam is Lisette Lucas. Heel graag tot de volgende aflevering. Borden vol tips, tools en gratis downloads speciaal voor jou. En onthoud, iedere keer als je oprecht lacht en het diep, diep van binnen voelt, dan vibe je op de frequentie van Energy Joy. De Joy Vibe die deuren voor jou opent. Dus blijf lachen, blijf in tune en shift.